Dit is het beeld in een groot deel van Groningen. Overal ondergelopen weilanden. De grond is door en door verzadigd. En het water kan nergens naartoe. Want normaal gesproken wordt het overtollige water hier in het Lauwersmeer gepompt en van daaruit bij Eb de Waddenzee in. Maar door de harde aanlandige wind kan dat nu niet, omdat het water daar ook al veel te hoog staat. Maar het moet wel ergens naartoe. De Onlanden. Een nieuw natuurgebied tussen Roden, Pijzen en Groningen dat dient als waterbergingsgebied. Grote oppervlakte en weiland kunnen onder water worden gezet om stad en ommeland droog te houden bij een hoog waterpeil. In het verleden dreigde Groningen wel eens onder water te lopen. Al het water liep vanuit het hogere gelegen Drenthe direct met grote snelheid richting het Lauwersmeer. In extreme situaties, zoals in 1998 en 2012, steeg het water tot wel 20 centimeter boven NAP. Nu krijgt het water weer de ruimte. Het wordt in het herstelde beeksysteem van Noord-Drenthe vastgehouden, in de onlanden geborgen en daarna vertraagd losgelaten richting het Lauwersmeer. Bij langdurige regenval zal het waterpeil 40 centimeter minder hoog stijgen ten opzichte van de oude situatie. Het gemaal bij het Lauwersmeer kan zo beter functioneren bij extreme weersomstandigheden. Met het realiseren van de onlanden wordt het vroegere moeraslandschap hersteld en ontstaat er opnieuw een prachtig natuurgebied aan de rand van Groningen. De stuw zet het laatste stukje bergingsgebied onder water. Het is het einde van een zeer geslaagde 10-jarige samenwerking tussen provincie, waterschap, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, boeren en omwonenden. Het is ook het begin van een natuurgebied in wording. Een plek waar we met z'n allen van kunnen genieten. Een plek die zorgt voor de veiligheid van stad en ommeland.